Welkom bij Just for Cox. Pasen komt eraan, dan gaan we weer massaal met z'n allen gourmetten. En met dit lekkere weer gaan we dat natuurlijk niet binnen doen. Sterker nog, je kent Just for Cox, we gaan het niet eens met elektriciteit doen. Nee, we gaan het met kooltjes doen. We gaan het doen met de O4 tableau die achter mij staat. Tijd om hem uit te pakken, kijken wat er in de doos zit. En we bouwen hem zo op en steken hem aan. Ik heb er zin in. In de grote koffer van O4 vinden we het volgende. En ja, dit is luxe. We vinden de tableau. Maar de tableau krijgen we niet alleen. We krijgen een starterpack met kolen. We krijgen ook een kolen starter. Ook niet onhandig. En die is dubbelwandig en is voorzien van een siliconen grip. Ongetwijfeld de meest luxe die we tot nu toe hebben gezien. We krijgen een handleiding. En we hebben hier de O4 tableau zelf. Met een handige tool om hem, als hij heet is, toch uit elkaar te kunnen halen. Dit is het grilloppervlak. Daar gaan we zo meteen lekker met z'n allen op grillen. Tafelgrillen, gourmetten, hoe je het wilt noemen. Hier zie je het gietijzeren onderrooster. Hier komen zo meteen je kooltjes lekker op te liggen. En dat onderrooster zorgt ervoor dat je dus heel makkelijk het vuur onder controle kunt houden. Daaronder ligt de eerste bak. Het daaronder nog een bak. En tenslotte een hele dikke plastic plaat en die zorgt ervoor dat jouw tafel veilig blijft. Ik weet niet hoe heet die gaat worden. Precies eronder, dat gaan we niet kunnen meten. Ik zou zeggen, doe het niet op een plastic tuintafel. Maar een houten tafel zoals dit, die zou daar geen enkel probleem mee moeten hebben om die O4 tableau op zich te hebben. Want die kunnen wel een klein beetje warm te hebben. Bovendien is het ook wel een gewicht hoor, dat je op tafel legt. Dus ook dan is een houten tafel of een metalen tafel of misschien zelfs een glazen tafel toch wel heel erg handig, denk ik. Maar dat is een eerste ingeving. Tijd voor mij om hem aan te gaan zetten en voor het gezin om lekker te gaan tafelgrillen. Ik sta op het punt om hem aan te steken en wat nog even belangrijk is om te weten is dat je krijgt dus een starterpakket bij. Daar zitten vierkante kolen in en er zitten ook twee wokkeltjes in. En die wokkeltjes die steek je gewoon heel makkelijk aan. Die leggen we hier neer. De vuurstarter die plaatsen we zo overheen. En wat heel belangrijk is om te zorgen dat er natuurlijk voldoende zuurstof van onderen komt. Ja, dat wordt gereguleerd hieronder. En met onze tool kunnen we zo schakelen hoeveel lucht erbij komt. En zo kunnen we de temperatuur tijdens het grillen toch best wel gemakkelijk, als het goed is, onder controle houden. Nou, ik ga de wokkeltjes aansteken. Hop. Zo. Dan gaat deze jongen daar overheen. Dus nu even wachten totdat de vlammen er goed doorheen slaan, de kooltjes goed heet zijn. En dan moeten we de kooltjes in een kring eromheen leggen. En je ziet, de firestarter is echt afgemeten op de hoeveelheid kolen die we hiervoor nodig hebben. Super tof, wij gaan snel verder. Mash out. Get the party started. We hebben net echt een heerlijke tafelgrillsessie achter de rug. Ik heb de platen vanaf gehaald. Het is gietijzer, niet in de vaatwasser doen. Citroensap, een borstel en een doekje doen wonderen. Om zo'n plaat helemaal schoon te krijgen. Je ziet, er is wat van de grillplaat afgevallen tijdens het koken. Ja, dat is allemaal niet erg. En die kooltjes, ja, we zijn volgens mij 1,5 uur bezig geweest. En je ziet, die zijn nog lang niet op. Dat zijn overigens kooltjes van de O4 zelf. Het zijn kokosbriketjes. En je ziet, het kan allemaal nog wel een tijdje mee. Tafelgrillen is en blijft in Nederland super populair. Maar we doen het doorgaans met zo'n elektrisch dingetje wat we dan lekker binnen kunnen zetten. De O4 tableau is absoluut niet voor binnen. Want hij is op kooltjes, dan krijg je CO2, dan krijg je mensen die doodgaan en zo. Canaries overleeft sowieso niet. Wil je niet doen. Dit is tafelgrillen voor buiten, maar wel echt extreem gemakkelijk. Want je hoeft hier niet zorgen te zijn dat je een anti-aanbaklaar hier gaat kapot krassen met je vorkje, helemaal niet. Je kunt hier gewoon lekker met je vork op, met je mes, wat maakt het uit. Het is een gietijzeren plaat. Bovendien is hij een stuk dikker en daardoor is hij een heel stuk minder gevoelig voor warmteschommelingen. De warmte wordt beter en egaal verdeeld. Een beetje hetzelfde idee als bij de grote O4 barbecues. Maar er is één heel groot verschil. Want die hebben een stalen plaat die helemaal egaal is. Deze gietijzeren plaat schaap je dus niet af met een paletmes. Zoals je dat met de O4 wel kan.
En wat je ook heel comfortabel met een grote oven kan, is dat alle overtollige voedselresten, die schuif je naar de binnenring en die verbranden. Je kunt ze nu ook naar de binnenring schuiven en dan vallen ze omlaag op het rooster. En daar blijven ze dan liggen. Je hebt wel je ruimte vrij op je grillring, maar het comfort dat je op die manier gewoon heel makkelijk even van je spullen af bent, dat is niet zo. Je hebt gewoon net even wat meer schoonmaakwerk. Over schoonmaakwerk gesproken, het is een gietijzeren plaat, niet in de vaatwasser. Gewoon eventjes schoon borstelen met een staalborstel. Over je geeft zelf de tip om hem met een citroen even goed schoon te wrijven, terwijl je hem, of tenminste vlak na gebruik, als hij goed heet is. Dat werkt. Dat werkt heel goed. In die zin dat je krijgt hem niet helemaal schoon, maar wat erop blijft zitten, komt er ook daadwerkelijk gewoon makkelijker af. Dus een halve citroen is echt wel een wonderschoonmaakmiddel voor die oven, je tableau. Wat is ons verder opgevallen? Nou ja, goed, je hebt de grillkant. Tenminste, je hebt er eentje met grillribbeltjes en je hebt de gladde kant. Persoonlijk vind ik de gladde kant net even wat fijner, omdat spullen iets mooier garen. Van de andere kant, de grillkant bleef gewoon schoner in de praktijk. Dus dat is net eventjes een beetje wat jouw persoonlijke smaak is. Maar daar kun je ook voor kiezen, die vrijheid, die heb je gewoon. We hebben een sessie gedaan met de officiële briketten van Ovier zelf. Maar dat ging hartstikke goed. We hebben ook andere briketten gebruikt en dat gaat ook gewoon hartstikke goed. Je moet een beetje uitkijken dat je dan niet te veel gaat gebruiken. De Ovier briketten hebben een bepaalde vorm, een bepaald gewicht, een bepaalde massa. En daar gebruik je de 10 van. En dat is gewoon echt afgemeten op wat de machine aan kan, aan hitte. Ga je zelf met briketten werken, dan moet je daar een beetje in gaan improviseren. Hoeveel zou je er nodig hebben, hoeveel zou je er niet nodig hebben. Dat betekent dat je op die manier echt even ook moet ervaren van hoe hou je de warmte meer onder controle. Want als hij te heet wordt, kan hij een beetje verkleuren. Is niet erg, het ding blijft gewoon werken, maar als hij niet verkleurt, blijft hij mooier. En ik ben best wel esthetisch ingericht wat dat betreft. Een barbecue moet gewoon mooi zijn. Dat is ook waarom ik helemaal gek ben op de originele ovier. En ik vind dus dat de tableau, die wil ik ook gewoon mooi houden. Dus niet te veel briketten gebruiken. Je krijgt trouwens ook een firestarter. Een dubbelwandige zwarte. Echt de mooiste firestarter die ik ooit heb gezien. Die ik ooit heb gebruikt. En die werkt ook gewoon goed. En door de dubbele wand, doordat het een vrij smalle koker is, is het toch vrij lastig om daar te veel in te doen. Met gewone briketten, je weet wel, die een beetje die eivormige, vul ik me ongeveer voor de helft op. Terwijl met de originele ovenbriketten zit die toch wel bijna aan zijn max. En dat gaat gewoon goed. Die vlam die slaat er heel goed doorheen. En na een minuutje of 10 kun je gewoon lekker grillen. Dus mijn conclusie. De ovier tableau. Het is wat meer schoonmaakwerk dan we van een ovier gewend zijn. Maar wat is dit leuk. Ik zit er met het hele gezin aan. De kinderen die zijn er helemaal gek van. Gewoon het idee dat allemaal gourmetvlees op ligt. En dat we op die manier gewoon lekker met z'n allen bezig zijn. Dat vinden ze echt super tof. En dat vindt papa ook super tof. Dus wat dat betreft, als gezinsbarbecue, als ja, fun barbecue. Over je brengt fun cooking naar buiten. En dat is gewoon top. Dus 5 sterren, dat heeft hij gewoon echt dik verdiend. Dit is de leukste fun cooking barbecue van dit moment. In ieder geval als je het mij vraagt. Ik ben benieuwd wat de andere reviewers van de beste barbecue hebben gehad. Maar ik ben hier helemaal van overtuigd. Dit is een topper.